Rijkswaterstaat begint volgende maand met het veiliger maken van de N50 bij Kampen. Via deze weg rijden dagelijks veel inwoners van Noordoostpolder en Dronten richting Zwolle en weer terug. Het deel van de Rijksweg bij Kampen is nog tweebaans. Er gebeurden de afgelopen jaren geregeld ongevallen, soms met ernstig letsel en ook vaak files tot gevolg. Christel Holleman, u bent van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gaat er precies gebeuren bij Kampen? Ja, tussen Kampen en Kampen-Zuid, op dat stuk gaan wij de weg aanpassen, zodat daar een tijdelijke snelheidsmaatregel komt van 80 km per uur. Ja, want dan mag je normaal gesproken 100, dat gaat naar 80 dan. Blijf je dan wel aparte rijbanen houden of wordt dat ook nog aangepast? Nou, op dit moment is het zo dat dat nog eventjes aparte rijbanen, zoals het nu is. Maar in 2023 is de planning dat daar ook een tijdelijke rijbaanscheiding komt. Een fysieke rijbaanscheiding, waardoor er geen contact meer mogelijk is met voertuigen van de ene op de andere rijstrook. Ja, want laten we heel even gaan naar hoe de situatie nu is voor de mensen die het niet kennen. Deel tussen Kampen en Kampen-Zuid dus. Hoe is het nu ingedeeld daar, de weg? Daar heb je twee rijstroken. Eentje voor naar het noorden en eentje voor naar het zuiden. En je kunt dus van de ene rijstrook makkelijk op de andere rijstrook komen. En dat gebeurt dus ook wel eens? Helaas wel. Ja. Is dat dan, geldt daar wel een inhaalverbod of dat mag wel af en toe? Nee, het is ook niet de bedoeling dat je daar inhaalt. Nee, zeker niet. Nee, oké. Dus dat eigenlijk is alles wel al erop gericht om geen ongelukken te krijgen. Maar ja, dat is dan niet genoeg. Moet allemaal veranderd worden. Want waar moeten die maatregelen dan toe leiden? Deze maatregelen leiden ertoe, als het goed is, dat de verkeersveiligheid toeneemt. Waardoor het aantal ongelukken daalt. En misschien wel, als het even kan, naar nul. Ja, nou moet uiteindelijk bij de N50 bij Kampen de weg worden verdubbeld. Is dat eigenlijk al duidelijk wanneer dat het gaat gebeuren? Nee, dat is op dit moment niet te zeggen. Dat heeft alles te maken met de stikstof. Oh, daardoor ligt het even stil, die plannen maken. Ja, dat vertraagt wel de plannen, ja. Maar nog helemaal geen zicht op wanneer iets... Nee. Oh, jeetje. Maar goed, voor die tijd zijn er sowieso tijdelijke maatregelen die in gang worden gezet. Gaat het verkeer tussen Zwolle en Flevoland daar veel hinder van ondervinden? Van de werkzaamheden als zodanig, dat zijn twee avonden en nachten. En de verwachting is dat die hinder vrij beperkt is. Dit zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden die wij elk jaar uitvoeren op dit traject. En het verkeer weet gewoon dat af en toe aan de orde is. Ja, en dan blijven deze tijdelijke maatregelen, dus dat je 80 moet gaan rijden en die betonnen rijbaanscheiding die er komt, die blijven in werking totdat die baan wordt verdubbeld uiteindelijk? Totdat de weg als zodanig verbreed wordt, jazeker. Oké, nou laten we hopen op heel wat minder ongelukken, want ja, wij zien ze ook regelmatig voorbij komen als we de file-informatie geven. En dat is toch heel wat menselijk leed. Christel Holleman van de Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hartelijk dank voor de toelichting. Heel graag gedaan. Fijn.